Je ziet altijd twee witte mensen met een klein zwart kindje. Dat is wat je ziet als je op straat loopt. Als je het ziet, hè? Twee witte mensen met een klein zwart kindje. En als je dat ziet, is het eerste wat je denkt, daar kun je niks aan doen, dat doen we allemaal. Het eerste wat je denkt is, oh, wat lief, geadopteerd. Dat is het eerste wat je denkt bij het zien van twee witte mensen met een klein zwart kindje. Oh, wat lief, geadopteerd. Daar kun je niks aan doen, dat is je eerste gedachte. En niet, oh, wat lief, van wat een lief zwart kindje. Nee. Oh, wat lief van deze twee witte mensen. Dat ze deze kleine zwarte jongen hebben gered van de hongerdood. Waarschijnlijk komt er een gezin van 12 en ze zijn allemaal niet te vreten. Maar deze twee witte engelen hebben tenminste eentje gered van de hongerdood. Oh, wat lief, geadopteerd. Dat is het eerste wat je denkt bij het zien van twee witte mensen met een klein zwart kindje. Oh, wat lief, geadopteerd. Maar je ziet nooit twee zwarte mensen met een klein wit kindje. Blond blauwe ogen. Dat zie je nooit. En als je het ziet, bel je de politie. Grappig, hè? Hoe wij als maatschappij zijn gemanipuleerd om te denken dat als het betreft twee witte mensen, je kent ze niet, maar als het twee witte mensen zijn met een klein zwart kindje, is het oké. Dit hoort zo. Dit is niet raar. Er is niks aan de hand. Het is, oh, wat lief, geadopteerd. Niemand stelt vragen. Die mensen lopen de hele tijd rond in het centrum. Niemand stelt een vraag. Want het is goed zo. Ik betrek mezelf er zelf op. Ik betrek mezelf. Oh, wat lief, geadopteerd. Maar als je twee zwarte mensen ziet met een klein wit kind blond hoor. Amber alert, Amber alert. Je gaat op internet zoeken naar iedereen die vermist is. Dat is wat je doet. En ik vraag me af, waarom zie je dat nooit? Waarom zie je nooit twee zwarte mensen met een klein wit kind, blond haar, blauwe ogen? Waarom? Mogen zwarte mensen geen witte kinderen adopteren? Ik weet niet, je hebt onderzocht, maar misschien mag het niet. Het lijkt erop, je ziet het nooit. Of zijn er geen witte kinderen ter adoptie? Toch? Misschien als het leven van een wit kind slecht gaat, is er meteen een oplossing. Blond haar, blauwe ogen, het komt goed, we hebben een oplossing. Meteen. Bij een zwart kindje is het gaat niet goed, gaat niet goed, gaat niet goed. We gaan proberen te helpen, niemand wil je, sorry. Wit kind, blond haar, blauwe ogen, bam, oplossing. Misschien, ik weet het niet. Misschien. Of, er is een circuit van witte mensen en die adopteren onderling. Die komen niet eens bij een bureau of wat dan ook, dat is gewoon onderling al opgelost. Snap je dat elkaar bellen en zeggen, hey, ik heb er één. En ik heb liever dat jij hem adopteert dan dat hij op de zwarte markt belandt.